Dankjewel. Mooi, succes mannen. Wel voorzichtig, voorzichtig aan. Dat komt helemaal door bij de jaarwisseling. Het jaar is bijna om en dat betekent weer vuurwerk inslaan voor de jaarwisseling. Maar dan moet je wel even geduld hebben voor je aan de beurt bent. Hoe lang zit u al te wachten? Ik denk een half uurtje. Oh, dat valt mee. Ja, dat valt hartstikke mee. Ja. Dan ben ik zo in de beurt dus. Dan denk ik zo in de beurt, ja. Over een uurtje of twee, denk ik. Het is gelukkig weer heel erg druk. Leuk dat alle mensen ons toch weer hebben weten te vinden. Vorig jaar natuurlijk best wel lange wachtrijen gehad. Door het eerste jaar na corona. Dit jaar hadden wij een groter verkoopteam ingezet. En we zijn ontzettend blij dat de mensen blij naar ons toe zijn gekomen. We hebben dit jaar geen bestellingen gedaan. Mede om het feit dat wij daar een beetje te groot voor worden. En we hebben nu met lijstjes werken wij. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Mensen hebben ook allemaal keurig lijstje mee. Die geven ze dan aan ons verkoopteam. En dan kunnen ze zelf de tijd bepalen wanneer ze willen komen. Nou ja, sommigen besloten vanochtend al heel vroeg te komen. Maar dat is altijd de eerste dag, omdat ze dan bang zijn dat er bepaalde dingen niet meer zijn. Maar er wordt allemaal leuk op gereageerd, dus die verandering gaan we er goed in houden. Ja. Ga je helpen met vuurwerk afsteken? Ja. Je hebt nog aardig wat gekocht, hè? Ja, heel veel. En kijk je wel uit met vuurwerk van het oude jaar? Ja, ik hou heel veel van vuurwerk. Dat is het belangrijkste, hè? We moeten wel onze handen houden. Nou, heel wat vuurwerk. Hoe lang ben je nu mee bezig om het af te steken? Ik denk twee minuten hoor, dan is het afgelopen. Dat is al over. Ja, ik denk een kwartiertje, 20 minuten, dan mogen we blij zijn als het op is. Dankjewel. Hoor. Maar dat komt helemaal goed, denk ik. Zeg al, als het weer droog is en mooi is, dan hebben we een mooie jaarwisseling. We hebben van de gemeente Hollands Kroon toestemming gekregen dat wij eigenlijk om 3 uur open mochten. Maar wij zijn dus nu open van 4 tot 10. Dat zijn best wel lange dagen. En mensen wisten dat, dus die kozen er dan voor om 1 uur voor als eerste voor de deur te staan. Nou ja, daar hebben wij toch wel weer een beetje waardering voor. Dat is toch de sport. Volgens de gemeentelijke website zijn we de enige in Hollands Kroon. Klopt dat? Nou ja, de enige in de gemeente Hollands Kroon, nee. Want in hier in Middenmeer zit er nog een collega van mij, Meloria, die verkoopt ook vuurwerk. Ik dacht dat er in Annapolona ook één zat, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar we zijn zeker niet de enige. Nee, het wordt iets minder, waarschijnlijk door de veel opgelegde regeltjes. Ja, de regeltjes worden strenger, de controles worden strenger. Er is ook heel veel vuurwerk afgekeurd door het ILT, zowel van meerdere leveranciers van ons. Omdat het niet, het gaasverpakking niet goed zou zijn, dat die afwijkt. Nou, op zich is het natuurlijk goed dat daarop gecontroleerd wordt. Alleen het is altijd wel een beetje jammer dat het op het laatste moment dan nog is. Want dan moet je toch altijd weer gaan uitleggen. Ja, het is niet binnengekomen en dat is nooit leuk. Heel veel drukte hier. Waar komen die mensen allemaal vandaan? Onze klantenkring beperkt zich niet alleen tot Noord-Holland. Ze komen overal vandaan. We hebben mensen uit Limburg, uit Gelderland, uit Drenthe, uit Groningen. Overal. En uiteraard hier heel veel uit de Noordkop vandaan. Maar wij bereiken heel Nederland. Het blijft nog binnen de grenzen van Nederland? Wij hebben een paar mensen vanuit België die hier naartoe komen. En ik heb 1 familie uit Duitsland. En de rest is gewoon allemaal Nederland. Jij hebt een heel mooi verhaal, hoorde ik net. Oh, van ik ging foto shoot voor bol.com en toen kreeg ik €100 en nu en een reclame voor bol.com van Sinterklaas. Jij bent al een bekende Nederlander. Nee, dat nou weer niet. Oh, je hebt aardig wat vuurwerk kopen. Ja, dat is waar. En dit is allemaal voor jou? Nee, deze is voor mij en nog een tas. Oh, je hebt er genoeg. Doe wel voorzichtig. Ja. Heeft u nog een laatste tip voor degene die vuurwerk koopt en af gaat steken? Ja, zeker. Wij hebben niet alleen vandaag, maar ook vrijdag en zaterdag zijn wij nog open tot 10 uur. Omdat wij zondag niet mogen verkopen. Dat is landelijk gewoon verbod op. Dus wij hebben tot zaterdagavond 10 uur hebben wij vuurwerk. Maar wat wij wel heel verstandig willen meegeven is, ga verstandig om met vuurwerk. Houd je afstand, gebruik je bril, die krijg je er bij ons bij. Een lontje. En dan houden we het voor iedereen leuk.